Ooit was Uilenstede een veelbelovend studentenpark. Er was enorm over nagedacht. Het was in een bosrijke omgeving. Er waren kroegen, sportfaciliteiten, van alles. Het was eigenlijk een soort centerparks voor studenten. Maar dan zonder golfvlakbad en klimmuur. Nou, en toen lachten dus op een gegeven moment de studenten 3 weken in zo'n hok. Die hebben ze er echt uit moeten bikken. En sinds die tijd, ik mag er vanuit gaan, wonen hier dus alleen maar sukkelstudenten. Dus precies mijn doelgroep. Even kijken wat die... Hi! Kijk jij veel tv? Ja, videofilms vaak. Dus films? Ja. Ja. En radio, luisteren jullie, dat staat natuurlijk de hele dag aan. Ja, best wel. En wat staat er dan aan? Wat staat er aan? Ja, ik heb de laatste tijd vooral Radio 3 aan. Oeh. Ja, dat is veel weer. En wat ben je afgestudeerd? Bedrijfskundige economie. En wat kan je dan worden? Ja, ja, ik werk nu in de IT-branche. Jezus, kan je wel slapen hier, man? Ja, goed, hè? Zou ik helemaal gierend gek van worden? Ja. Wat wil je weten allemaal? Ja, van alles. Alles. Wat jullie gegeten hebben? Nee, ik heb nog niet gegeten. Ik ben net gekomen. Oh, jullie hebben nog niet gegeten? Het is eigenlijk een stooi een beetje. Wat ben je aan het maken dan? Ik ben gewoon aardappel aan het maken met boontjes en een hamburger. Voor iedereen? Nee, voor mezelf. Het is geen restaurant hier. Hey, kijk jij een beetje naar Koken met Cas? Want je staat nu te koken. Nee, ik ben natuurlijk aangelegd. Jij hebt daar een gevoel voor. Ja. Maar had je dan niet liever kok geworden? Nee, dat wilde ik vroeger wel, maar het is een beetje hard werken. Dat is een beetje hard werken? Wat een kansloos weer, zeg. Ja, dat kan je wel stellen. Het wordt nog erger, hoor. Nou, dit is tot nu toe de gezelligste flat. Ja? Dat is echt waar. Wat studeren jullie? Ik studeer informatica. Ja? Ik ga psychologie doen. Oh god, moet je niet te veel met mij praten, want dan hebben ze 10 jaar werk aan. Ja echt, ik ben een heel boek op zich. Tenminste, ik heb eens bij een psycholoog gelopen en die zei dat. Die zei nou, ga maar gauw weg. Je kan ieder mens zien als een boek, hè? Wat? Ieder mens kun je zien als een boek. Dat krijg je van psychologen, krijgen dat soort uitspraken van. Want, Hey, en de radio, die staat natuurlijk de hele dag aan. Nou, ik heb de eerste 3 zenders op mijn radio zijn als eerste Kink FM. Ja. En de tweede dan Radio 3. Ja. En dan komt 538 en dat is ongeveer ook dus de... Dat is waar je naar luistert. Nou, ja. Daar ben ik toch heel blij mee, want er zit Radio 3 ook bij. ja, zeker. Je zit lekker een boterham met je pindakaas te eten. Eet je wel goed, jongen? Ze raamken. Dat kan je roken, hè? Wietplant. Doe je nou nog een beetje tips op tv? Kijk je af en toe eens naar Koken met Sterren, met Cas? Dat je denkt van nou, dan ga ik eens proberen niet voor naar de Cas, jongens. Hè? Niet naar Cas. Kijk alleen naar de publieke omroep. Ja? Ja. Oh, wat een goed nieuws. Nou, dat is een bakal. Ah, vliegen ze om. En de radio, luister ik heb recentelijk... de radio naar? Oh. Gedwongen door de meerderheid naar, hoe heet dat, Sky. Maar daar wil ik niet naar luisteren. Radio 3, hè, luisteren voortaan. Ja, dat doe ik alleen maar dan wordt hij teruggedraaid. Maar gewoon de baas spelen. Ga jij ook op Radio 3? Ja. Ja? Ja. Bedankt, hè. Ciao. Hoi.